Je functioneert het best solo. We hebben die al een keer gehad. Deze keer wat gelinkt met een andere tip. Plus een andere foto, ook altijd leuk. Cirkel van betrokkenheid. Zoals ik de vorige keer ook zei, solo. Ja, dan heb je de mensen niet mee. Maar wat dat nog belangrijker is, veel van onze klanten zeggen dat ook frequent. Van ja, ik werk eigenlijk liefst gewoon op mijn eigen, want dan gaat het vooruit. En de mensen zijn niet mee en ze begrijpen mij niet. En het gaat dan allemaal veel te traag. En dat kan niet gewoon gedaan zijn in een nip en een wip. En dat duurt altijd zo lang. Nu, één, in veel gevallen is het kan klaar zijn in een nip en een wip, blijkt zo niet te zijn. Het is alleen in ons hoofd dat in een nip en een wip klaar is. Twee, door het feit dat je solo aan het gaan bent, kun je ook geen hulp inroepen, want niemand is mee, want je bent alleen bezig. Wat dus maakt als je op te veel projecten tegelijkertijd op een duur solo aan het spelen bent, ja, dan gaat op een bepaald moment de uitputting er zijn, want ja, je krijgt het allemaal niet gedaan. Je houdt het ook allemaal na een tijd niet meer vol. Nog een belangrijke, naast die uitputting, is dat je enorm veel kans op kennisdeling, ervaring, opdoen gaat missen. Wat een van de vorige tips ook was, van ja, je voelt je vaak de vreemde eend in de bijt. Natuurlijk, als je altijd alles solo doet, is de kans heel klein dat je gaat connecteren met mensen die misschien wel een gelijkaardig denkpatroon hebben. Dus probeer systematisch mensen te betrekken in oefening. Niet in alles natuurlijk. Hè. Als je voor bepaalde dingen echt wel het beste solo afwerkt en dat de beste strategie is. Oké, hoeft niet altijd alles met iedereen te doen. Hyperdemocratie tot in het absurde is ook niet altijd goed. Maar grijp kansen om nieuwe mensen te ontmoeten. Grijp kansen om ook mensen te ontmoeten die in een totaal andere sector zitten, een totaal andere functie hebben. En dus totaal andere ervaring en kennis kunnen aanreiken. Want je kan zoveel leren van de ervaring van anderen. En dat kan zo je projecten nog versterken. En van in plaats van een solootje ga je een mooie symfonie hebben. En een symfonie die die niet klinkt zoals je had kunnen inschatten voordat je begonnen werd. Dus grijp de kans om dingen samen te doen met andere mensen. Probeer de andere mensen te begrijpen, dat was ook een van de andere tips. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Dus neem de tijd om niet jouw idee te pushen, maar neem eerst de tijd om ook iedereen zijn gedachtegang te verstaan, zijn plan van aanpak te doorgronden. En pas als je dat echt begrijpt, over jouw strategie te gaan babbelen. Mogelijk zal die strategie gewoon al niet helemaal meer hetzelfde zijn door die andere kennis. Dus kennis in het kwadraat. Genieten, delen, groeien en authentiek stappen vooruit zetten voor unieke nieuwe projecten klaar te stomen. Ik zou zeggen, weer veel succes. Grijp het eerst volgend projectje dat je dacht op je alleentje te doen, de kans om dit met een aantal mensen samen eens te doen. Om een nieuw perspectief in het verhaal te brengen, om een keer een andere kijk te hebben, om het nog net iets scherper te krijgen. Een kwaliteitsvalidatie, ja, ik verzin maar wat, maar grijp een kans om dingen te delen. Grijp een kans om connecties te leggen met mensen van andere diensten, zodanig dat je andere kijk hebt op het verhaal en vooral veel kan bijleren. Het voordeel is ook dat je op het einde van de rit een veel beter zicht gaat hebben op het bedrijf in het geheel, waardoor het project waar je op bezig bent, het doel dat je al gesteld hebt, veel meer globaal over het hele bedrijf stappen vooruit gaat kunnen zetten. Veel succes. Als je vragen hebt, zet het in de commentaar. En tot de volgende. Doei.